Hey iedereen, Wesley hier. Leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe Wesley Review, waarin ik in deze webserie altijd mijn mening geef over de nieuwste muziekalbums, films, musicals en alles wat met kunst en cultuur te maken heeft, inclusief anime-series en videogames. En zoals jullie al een titel hebben kunnen lezen, ga ik dus een albumrecensie doen op het nieuwste album van de Duitse band Primal Fear, genaamd Code Red. Maar weet je wat? Genoeg gekletst. Laten we nu meteen beginnen met deze review. Code Red is het 14e studioalbum van de Duitse power metal en heavy metal band Primal Fear, waarvan ik in 2020 nog hun voorgaand project Metal Commando beluisterd en beoordeeld had. En dat is naar mijn mening een van de beste albums van dat jaar toen de tijd, naar mijn mening, van wat ik beluisterd had. Verder zijn ze van het label Nuclear Blast naar het Duitse onafhankelijke platenlabel Atomic Fire overgestapt. Want Nuclear Blast kwam uiteindelijk in handen van een Frans bedrijf, dus ja, dan zijn ze niet meer zo onafhankelijk als dat ze zelf zeggen, maar goed. In dit project geeft de band commentaar van wat er in de afgelopen jaren gespeeld heeft in de wereld, waarvan we de effecten daarvan nog steeds tot op heden nog aanvoelen en zo. Zoals bijvoorbeeld de coronaviruspandemie, cancelcultuur of cancelculture zoals het in Engels heet, het wantrouwen in de media en de politiek tijdens de eerder genoemde pandemie en hoe mensen die bewust of zelfs bewuster zijn geworden nog gekker zijn dan dat we gedacht hebben. Want je weet wel, dat hele woke virus zeg maar, waarin iedereen woke is en alles kapot gemaakt moet worden, alles moet weggegooid, gecensureerd worden omwille van politieke correctheid of omdat het niet meer van deze tijd is en ja, dat allemaal moet weg en zo. Dat is precies waar het album inhoudelijk over gaat, tenminste. Code Red is een ouderwets lekker metal album dat je lekker laat headbangen, ook al bracht het voor de rest niets nieuws of innovatiefs op de tafel. Toch bleef de band vasthouden van wat voor hun werkt en als eindresultaat is een heerlijk project eruit gekomen. Ik kijk jullie aan, With Intentation, zeker met dat afschuwelijke album dat jullie recentelijk hebben uitgebracht. Toch moet ik ook toegeven dat er ook wat mankementen zijn. Zoals het feit dat bepaalde nummers een langzamer tempo hebben of niet mooi aansluiten met andere nummers op de tracklist. Zoals liedjes als Deep in the Night, Their Gods Have Failed en Forever. Wat voor een verstoring in de flow veroorzaakt wanneer het album van begin tot eind afsluistert. Ook vond ik slotnummer Fearless niet al te sterk. De band praat, zoals ik al eerder opgenoemd heb, over de waanzin waar wij de afgelopen paar jaar mee te maken hebben gehad. Zoals de coronapandemie en de chaos die de pandemie in de wereld heeft veroorzaakt. En hoe activisme zo extreem is geworden dat we zelfs via sociale media bepaalde beroemdheden en andere individuen hun levens gewoon kapot maken. En hoe rellen en protesten zo flink uit de hand lopen zonder dat er een kans is om goede en objectieve gesprekken te kunnen voeren over bepaalde maatschappelijke kwesties. Dat we zelfs op eigen schalen moeten lopen of moeten blijven lopen om anderen niet te kwetsen en of moeten we toegeven aan opdringerige verzoeken van activistische groepen en organisaties om iets te verbieden of aan te passen. Puur om hen tevreden te houden, puur om een beter daglicht neergezet te kunnen worden en zo. En ja, zoals ik al zei, bedrijven, mensen zijn woke geworden en dat loopt nu helemaal uit de hand en het is geen pretje. Zeker als je naar documentaires als bijvoorbeeld Ik Woke Van Jou of What Is A Woman gekeken hebt, dan snap je ook al van hoe waanzinnig het Westen is geworden, zeg maar. Als het gaat om identiteitspolitiek of koloniale verleden of zo van verschillende Europese landen. En dan is het natuurlijk voor een andere video, zeg maar. Dit allemaal bij elkaar is één en al waanzin. En daar geef ik de band ook groot gelijk in. Ik ben misschien niet zo'n fan van het feit dat de band dit soort zaken erbij haalt, aangezien ik naar muziek luister of van het alledaagse leven wil ontsnappen. Maar Primal Fear wist iets te zeggen wat bijna niemand in de wereld durfde zeggen. En dat is de boodschap die wij ook in de wereld moeten delen. En ik ben het daar ook met de volle procent met de band eens. Want muziek hoeft niet altijd politiek of maatschappelijk beladen te zijn om goed te kunnen zijn, om even duidelijk te zijn. Maar verder zijn er ook andere liedjes die zich op een ander onderwerp focust, zoals bijvoorbeeld vreemdgaan in het nummer Deep in the Night, dat muziek gebruikt kan worden om het alledaagse leven te ontsnappen in Play a Song, The Gods Have Failed en Steel Melter gaat waarschijnlijk over de oorlog in Oekraïne. Heel zeker weet ik niet of dat echt zo is. Forever is een power ballad over liefde die niet aan een einde komt. En slotnummer Fearless bespreekt dat het oké is om fouten te maken om er vervolgens van te kunnen leren en om je leven te leiden zoals jij dat graag zelf wil. Het slotnummer heeft een sterke boodschap. Ja, daar kan ik zeker ook helemaal achter staan en zo. Dus, maar ja, laten we verder gaan naar het volgende segment. Het zangoptreden van liedzanger en frontman Ralf Schepers is echt
badass. Hij wist net als Judas Priest zanger Rob Halford hoge maar krachtige noten te halen. En hem horen zingen is net een overwinningszegen. Zo vet is het gewoon. Zeker wel hoe geweldig zijn optredens zijn en hoe hij als een leider overkomt in de liedjes. Die je maar al te graag wilt volgen. Of waar je graag naar opkijkt. Alleen vind ik hem een beetje te zoetsappig op het nummer Forever. En vind ik het zonde van zijn talent om het te verspillen op een power ballad nummer. Die van nature al heel erg cliché en oversentimenteel zijn, naar mijn gevoel. De overige bandleden geven een fantastisch en consistent optreden af in het hele album. De krachtige gitaaroptredens van Tom Nauman, Magnus Carlsen en Alex Beirot, die ook nog eens badass power riffs en gitaarsolo's leveren, zijn gewoonweg vet. En we moeten bassist Mats Zinner niet vergeten, want hij is net zo belangrijk naar mijn mening. En drummer Michael Ehre al helemaal niet. Hij wist een vlot en sterk optreden te leveren in de meeste nummers met een hoog tempo erin. Alleen vind ik dat hij niet veel kan op liedjes die een langzamer tempo hebben. Wat ik zelf zonde vind van zijn drumtalent. Het is alleen jammer dat het album op tegenvallende wijze eindigt met nummers als Forever en Fearless respectievelijk. Want de eerste vond ik heel zwak en de laatstgenoemde vond ik nogal tegenvallend. Ik heb op andere websites gekeken van wat andere muziekrecensenten van dit album vinden. En ze waren naar eigen zeggen nogal teleurgesteld of ze vonden het album tegenvallen. Ik zelf vind Code Red van Primal Fear een verbetering op zijn voorganger Metal Commando en ik heb onwijs genoten van dit project. Misschien zelfs meer dan van Metal Commando, die ook een aantal geweldige nummers op de tracklist heeft staan. Kortom, als je op zoek bent naar een heerlijk metal album, dan zal Code Red van de Duitse band Primal Fear zeker jouw ding zijn. Niet alleen laat dit project je lekker headbangen, het levert ook nog eens heel wat replay value voor je af, zodat je vaker naar dit album terug kan komen en vaker opnieuw kan blijven beluisteren. Want ik heb sinds het release van dit project meerdere malen naar Code Red geluisterd en man, het blijft nog steeds een goed album. Zelfs tot op de dag van vandaag. Code Red van Primal Fear krijgt erom van mij een sterke 9. Nou, dat is dus mijn albumrecensie van Code Red van Primal Fear. Maar wat vinden jullie trouwens van dit album? Vind je het een goed album? Of geen goed album. En waarom? Ik ben heel erg benieuwd naar jullie mening. En misschien kan ik er zelf nog iets voor opsteken. En ik zie jullie de volgende keer weer terug in een gloednieuwe video van mij. Oké? Doei doei!